Deo Gratias staat er op een grote vlag die met ballonnen naar beneden gelaten wordt. Bovenop de menigte verzameld op het Sint-Pietersplein. Ik film dit vanuit het torentje, de oude campanile van de Friesekerk. En vanuit hier kun je het altaar zien waar zo dadelijk de mis gevierd gaat worden bij gelegenheid van de zaligverklaring van Paus Johannes Paulus II. Het plein is prachtig versierd met heggetjes, lijkt het wel. Heel gestileerd, bijna Engelse stijl. En daar beneden zie je de verzamelde priesters. En de bisschoppen zullen ongetwijfeld nu ongeveer gaan binnenkomen. Aan die kant, ik zal het inzoomen, daar zitten alle regeringsleiders en hoge gasten. En ook waarschijnlijk iets aan de rechterkant, daar komen ook alle presidenten te zitten. Dat is natuurlijk helemaal afgeschermd van de rest van het plein voor de beveiliging van al die mensen. En hier op het balkon zie je ook dat er, die kleine stadionachtige zetels zijn gemaakt. Daar zit de verzamelde pers. En daarbovenop, op het balkon, dat zal waarschijnlijk de huishoudelijke staf zijn van Paus Benedictus XVI. Met daarboven dat prachtige mozaïek van Maria, dat ook heel veel is afgedrukt op de gebedsprentjes voor Paus Johannes Paulus II. Met daarop het totus tuus, ik ben geheel de uwe. En als ik dan nog wat verder naar boven ga, dan zie je daar het beroemde dak van de Sixtijnse kapel, waar tijdens elk conclave een klein schoorsteentje op wordt gemonteerd, van waaruit dan de witte rook getoond wordt als er een nieuwe paus is. Zoals ook het geval na het overlijden van Paus Johannes Paulus II en de verkiezing van Benedictus XVI. Dus hier hoog vanuit het torentje van de Friesekerk hebben we toch een heel aardig beeld van wat zich daar beneden afspeelt. Je ziet ontzettend veel Poolse vlaggen daar vooraan en spandoeken met allerlei leuzen erop. Natuurlijk allemaal hele vrome spreuken waarschijnlijk. En het is best een hele aardige dag. Ik zie zelfs wat blauwe lucht verschijnen. En dat is natuurlijk goed nieuws voor al die pelgrims die hier de hele nacht buiten hebben gestaan in een miserige regen, die misschien helemaal koud en doorweekt zijn. Als het zonnetje doorbreekt, dan is dat allemaal heel gauw vergeten. En heeft iedereen alleen nog maar hele feestelijke gevoelens op deze feestelijke dag. Dus vanuit het Vaticaan ben ik Roderick van Heugen voor RKK. En u kunt ons blijven volgen via onze website zaligverklaring.rkk.nl. En u kunt uw vragen stellen over de zaligverklaring, over het Vaticaan, over de paus via Twitter. Volg ons dan op twitter.com/zaligverklaring. Tot gauw!